dat dit, de breedte, wordt korter dan de lengte en oftewel verticaal. Leuk dat je kijkt naar een nieuwe video op dit kanaal. Mijn naam is Tessa Klok, ik ben videomaker en fotograaf. En vandaag met jullie ga ik het hebben over TikTok. Ik stam echt nog uit de tijd van dat Musical.ly helemaal een ding was. Toen had ik al dat account en uiteindelijk is dat overgegaan naar TikTok. Nou, TikTok is iets waarbij ik niet heel erg actief was. Tot 1,5 jaar geleden waarbij ik in één keer begon te begrijpen wat nou precies TikTok inhield. Wat het goed doet, welke content werkt niet. En ja, zelf gewoon lekker content maken. En ik moet zeggen, er zijn een aantal video's van mij wat gewoon best wel lekker gaat. En wat in één keer op de For You page staat. En wat mensen leuk vinden en interessant. En dan waar ik ook reacties op krijg. Dus echt interactie met de volgers. Waardoor ik in één keer vanuit één TikTok in één keer een heleboel volgers krijg. En daarom heb ik voor jullie 10 tips waardoor jouw TikToks en jouw TikTok-pagina blijft groeien. En je uiteindelijk steeds meer professionaliteit kan door laten showen in jouw TikTok-content. Tip 1. Zoek de populaire hashtags op. Als jij een populaire hashtag hebt gevonden, dan kun je kijken naar de content van anderen. En uiteindelijk zul je merken dat er vaak hetzelfde muziekje wordt gebruikt. Of eenzelfde soort video met dezelfde soort content. Uiteindelijk door heel veel verschillende TikTokkers wordt uitgevoerd. Nou, waarom zou je daar niet op mee hoppen? Vaak is het een challenge en is het juist de bedoeling dat andere mensen het gaan nadoen. Dus maak er uiteindelijk je eigen variant van. Gebruik hetzelfde muziekje zodat het in dezelfde stijl blijft. Zodat het ook weer uiteindelijk bij die hashtag terechtkomt. En bij die muzieklijst allemaal tevoren komt. Zodat uiteindelijk jouw TikTok goed wordt bekeken. Veel likes krijgt op de For You pagina komt te staan. En je uiteindelijk meer volgers krijgt. En dan denk je misschien, goh, maar dan doe ik juist heel erg mee en ik wil graag eigen creatieve content maken. Tuurlijk kan dat, maar waarom zou je niet gebruik maken van de bestaande challenges die al heel erg populair zijn, waar mensen al naar zoeken, zeker als je beginneling bent. Dus maak gewoon een aantal TikToks en dat hoeft niet allemaal te zijn, maar gewoon een aantal waarvan jij denkt van oké, hier gaan veel mensen naar zoeken. Tip 2 is, maak gebruik van teksten in zowel je video of alleen je thumbnail. Want mensen die willen gewoon inhoudelijk kunnen zien waar gaat het over. Die thumbnail die je ziet uiteindelijk op je pagina zijn maar hooguit een milliseconde of 1 seconde wat als een soort van boomerang wordt laten zien. Daaruit kan je vrijwel niet halen waar het over gaat. En doordat jij een bepaalde tekst toevoegt, wek jij die interesse bij mensen. Wek jij ook gelijk het idee dat jij daadwerkelijk wat te zeggen hebt. Want mensen denken in één keer, goh, er staat wat op die thumbnail. Laat ik die thumbnail lezen. Als ze het lezen, weten ze waar het over gaat. En wek je dus de interesse om die video daadwerkelijk te gaan kijken. Tip 3 is, houd het eerlijk en persoonlijk. En dat heb ik echt enorm gemerkt door één TikTok die echt in één keer 2 weken lang niet viral ging, maar wel echt veel werd bekeken. Dat ding dat heeft nu zo'n 61.000 weergaven, weet ik het hoeveel honderden likes, allemaal lieve reacties. Omdat ik een video had gemaakt wat over mij persoonlijk ging. Het ging over de handicap waar ik dan mee te maken heb en wat dan gewoon heel eerlijk is. En waarbij ik zeg van ja, luister, dit is wie ik ben en ik kan wel moeilijk doen, maar dit is wat ik heb. En ik merk heel erg dat TikTokkers vaak content uploaden wat gewoon heel erg persoonlijk is. Omdat ze daardoor een soort van, ja, een connectie maken met hun volgers. Mensen gaan vaak op zoek naar iets waar zij ook mee te maken hebben. Dus mensen die gezond bezig gaan, die zullen uiteraard veel meer mensen volgen en content bekijken van mensen die gezond bezig zijn. Mensen die veel met paarden bezig zijn, gaan kijken naar de mensen met paarden. En mensen die gewoon lekker lifestyle video's maken en die eigenlijk van alles willen bekijken, zullen ook eerder geneigd zijn om iemand te gaan volgen op het moment als die gewoon heel persoonlijk is. En ja, een soort van herkenbaarheid laten tonen. Nou, is dat van mij bijvoorbeeld heel erg persoonlijk en misschien niet zo snel herkenbaar, maar wel voor de mensen met dezelfde handicap. En voor de mensen die mij niet kennen, die denken in één keer, oh, hey, dit is wat zij meemaakt en ik zie dat normaal gesproken niet. Dus ik vind het juist interessant om ook het een keer van een ander perspectief te zien. Dus vanuit 2 kanten is het juist heel handig om gewoon ja, eerlijk en open te zijn met je volgers en daarin gewoon lekker je lifestyle content te maken. Tip 4. Ik ben een grote gebruiker van filters als het neerkomt van foto's en misschien zelfs video, maar niet op TikTok.
TikTok heeft gewoon ten eerste bepaalde filters waarbij je al sowieso denkt, luister, dit lijken filters van 10 jaar geleden op Instagram. Ziet er veel te creepy uit, of tenminste te cheap as. Heel erg simpel, dat je denkt van ja, maar luister, waarom heb je zo'n filter nodig? In principe moet jij content maken wat interessant genoeg is om naar te kijken. Daar is een filter niet voor nodig. Die filters, ja, weet niet, het wordt meestal gebruikt op die video's die dan alleen maar om mooi te zijn. Dat soort TikToks, ja, kan je maken, maar zoals een soort wit filter. Dan denk ik, wat heb je eraan? Of een rare filter met van die hartjes eromheen. Of van die TikToks waarbij ze eerst nog eens hebben gebruikt van de filter van Snapchat. Heel eerlijk, het komt alleen maar heel erg onprofessioneel over. Het lijkt erop dat je daadwerkelijk jezelf alleen maar leuk vindt wanneer je dat gekke filtertje erop zet. En mensen zullen gewoon veel minder geneigd zijn om dat soort TikToks aan te klikken. Tip 5. En dat is: maak gebruik van sarcastische humor. Echt, ik ga er zo goed op. De hele reden waarom ik TikTok leuk vind en waarom ik TikTok ook gebruik voor dit soort content, is omdat mensen het met een korreltje zout nemen. Mensen doen niet zo moeilijk over wat er zichtbaarheid. Het is niet super serieus. Het is over het algemeen juist alleen maar grappige dingen. Mensen gaan er juist op die app kijken en jou volgen omdat je meestal leuke grappige dingetjes laat zien. En als jij inderdaad een soort van schuin grapje maakt of een donker humoristisch grapje, ja, dan is dat oké. Dan kunnen mensen daar mee leven en die denken ook, ja, dit is inderdaad een soort van content waar ik naar op zoek ben. En ik snap dat het lastig is. Maar een voorbeeldje is bijvoorbeeld, ik werk op een klantservice. Ik vind het super grappig om juist een beetje te laten zien van, goh, dit ben ik als klantenservice medewerker daadwerkelijk wanneer ik in een bepaalde situatie zit met klanten. Maar ja, ik ben natuurlijk altijd aardig tegen klanten, want dat is mijn werk. En dan vinden mensen het juist bijvoorbeeld leuk om te zien, oh ja, ten eerste of het is herkenbaar omdat ze zelf op de klantenservice werken, of ze werken niet bij een klantenservice en ze vinden het juist grappig om te zien van, oh ja, ik kan me voorstellen eigenlijk dat je dan wel zo gaat reageren. Nou ja, dat. Als mijn bedrijf, of tenminste het bedrijf waar ik werk, het ziet, tuurlijk, ze kunnen zeggen, goh, waarom maak je uit onze naam dat soort grapjes? Maar het is niet over die edge. Dus hou er rekening mee. Je kunt leuke grappige dingetjes maken. In dit geval TikToks. Maar je moet er wel natuurlijk heel erg rekening mee houden. Je moet er niemand mee gaan beledigen. Je moet geen privégegevens neerzetten. Je moet niet net die lijn crossen. Waarbij het is van ja, maar nu ben je gewoon echt aan het bashen op TikTok. En daar hebben we geen zin in. En het soort van grappig van oké, maar ik wil je wel even laten werken op wat. Ander dingetje is bijvoorbeeld, wat ik net ook had voorgegeven, mijn handicap. Ik kan moeilijk gaan doen en heel serieuze TikToks gaan maken. Maar het is des te leuk om te zeggen, oké, like, dit is iets wat ik niet kan met mijn rechterhand. Want ik heb een handicap. Ja, gewoon lekker, hè? In principe maak je geen grapjes over gehandicapten. Maar als je het zelf bent, why not? Nou, dat soort dingetjes bedoel ik dus met sarcastische grapjes van, je weet dat het eigenlijk serieus is. Maar kom op, met een korreltje zout is het gewoon leuk en grappig. Tip 6. Leer lipzinken op een realistisch tempo. Ik weet dat TikTok natuurlijk heel erg bekend is geworden doordat je bijvoorbeeld je afgespeelde muziek op een vertraging kan zetten. Jij kan daar rustig over lipzinken en dat wordt dan op een bepaalde manier heel mooi gesynchroniseerd. Alleen tegenwoordig is het veel meer dan dat. Mensen kunnen gewoon daadwerkelijk lipzinken op de normale ritmes. Het is juist cool om te laten zien van, hey, ik kan lipzinken en het ziet er echt daadwerkelijk realistisch uit. Want mijn tempo klopt met het liedje. Want je zag altijd wanneer het fake was en wanneer je in één keer, dan zie je veel meer sneller bewegen dan dat je daadwerkelijk zou doen. Hè? Ja, nee. Dus ga gewoon kijken van, oké, ik heb een leuke audio. Ik heb een leuk muziekje en daar wil ik op gaan lipzinken. Nou, leer daadwerkelijk de tekst uit je hoofd. En pas wanneer je het kan, dan pas ga je de TikTok opnemen. En hetzelfde geldt voor lipsync teksten. Leer gewoon die tekst uit je hoofd, zodat je gewoon veel natuurlijker kan gaan reageren. Zodat het gewoon veel realistischer overkomt. Echt waar, waarbij je dus die filters van vroeger had en die snelheden. Het komt allemaal neer op realistische content. Want op een of andere manier werkt dat zoveel beter. Tip 7 is film van verschillende shots. Tuurlijk, er zijn genoeg TikToks waarbij je gewoon één standaard beeld hebt en daar wordt alles in gedaan. Denk aan dansjes, denk aan
leuke tekstjes na lipzinken. Weet je, er zijn zoveel dingetjes die gewoon op één locatie worden gezet. Maar wil jij jouw TikToks naar een hoger level brengen, kun je gebruik maken van verschillende shots. Denk bijvoorbeeld aan dat je je camera af en toe een keertje verplaatst. En ga daaruit gewoon telkens met die timer, zodat je alles logischerwijze hebt gesynchroniseerd terwijl je aan het filmen bent. Want in TikTok kun je dus inderdaad niet nog eens achteraf gaan switchen met je footage. Dus zorg ervoor dat je precies uitgelijnd hebt van oké, dit shot eerst, dan shot daar. Zodat het allemaal één mooi beeld is. En daardoor creëer je eigenlijk een soort van professionaliteit waarin je daadwerkelijk laat zien dat je erover nadenkt. Je hebt veel meer ruimte. Je kunt ook veel ruimtelijker filmen. Omdat je dus vanaf verschillende plekken filmt. Je hebt ook de mogelijkheid om nog daardoor af en toe eventjes andere belichting toe te passen. Of in één keer met verschillende soorten karakters te spelen. Omdat je in één keer twee shots achter elkaar doet. Het kan allemaal. What the fuck? En op een of andere manier vinden mensen het heel erg interessant om daadwerkelijk TikToks te zien waar er goed over na is gedacht. Waar een goed concept achter zit. Waarbij het gewoon als een soort van echt daadwerkelijke productie uitziet. Tip 8 is gebruik een externe camera. Ik bedoel, je kunt een smartphone camera gebruiken in plaats van de TikTok app camera. Dat is tenminste al één ding. Je kunt een systeemcamera gebruiken, die kan je nog even kantelen. Je kunt een DSLR camera gebruiken, die kan je kantelen. Je kan een compact camera kan je kantelen. Noem het maar op, maar in ieder geval gebruik maken van een externe camera. Want wat je uiteindelijk daarmee kan gaan doen, is al die beelden inladen in een bewerkingsprogramma zoals Premiere Pro van bijvoorbeeld Adobe of Final Cut Pro. Of een andere videobewerkingsprogramma. En daarin kun je gewoon een tijdlijn kiezen waarbij je een verticale timeline hebt. In dit geval is het vaak HD, dus dan kom je al uit op 1080x1920. Ja, dat klinkt dus heel raar omdat je normaal gesproken 1920x1080 bent gewend. Maar dat heeft ermee te maken dat je ervoor zorgt dat dit, de breedte, wordt korter dan de lengte. En oftewel verticaal. En daarin kun je dus van alles toepassen. Je kunt alle transitions toepassen. Je kunt audio effecten toepassen. Je kunt dingen stilzetten, foto's plaatsen. Je kunt letterlijk een complete video maken als een professionele videoproductie. En dat uiteindelijk op een hoger kwaliteit uploaden op TikTok. Het enige wat je dan even nog rekening mee moet houden is, ga je je originele audiobestand gebruiken of ga je alsnog gebruiken van een audiobestand vanuit TikTok. Maar dat is iets om over na te denken. Tip 9. Kies je niche. Je zult je echt verbazen met hoeveel mensen bepaalde TikTokkers opzoeken. Puur en alleen omdat ze bepaalde content willen zien. Het is net als met YouTube inmiddels. Je wil gewoon weten waar je aan toe bent. Als jij een TikToker volgt, wil jij weten wat voor soort content gaat er online komen. Dat is ook de hele reden waarom ze zijn gaan volgen. Dus je wilt uiteindelijk niet dat jij je TikTok-volgers gaat verliezen. Doordat jij in één keer compleet off-niche, off-topic een video gaat plaatsen. Dan heb je zoiets van, ja maar ik wil juist van alles plaatsen. Dat is helemaal prima, maar dan heb je eigenlijk als onderwerp lifestyle. En dan moet je dus, wat ik zeg, eerlijk zijn. Het bij jezelf houden. Laten zien dat het echt over jouw leven gaat. En dat je gewoon op basis daarvan leuke TikToks maakt. En dan kan je echt van alles doen. Want heel eerlijk, ik was ook heel erg van oké, ik ga alleen maar over fotografie TikToks maken. En dat werkt op één TikTok. Maar ja, mijn flink groeiende TikTok pagina is toch echt degene waarbij ik all over the place video's maak over verschillende onderwerpen. Maar het heeft allemaal te maken met mijzelf en hoe ik over de dingen denk. En het is heel persoonlijk. Dus het is mijn leven. En dat is ook een niche. Jouw leven is jouw lifestyle, is ook een niche. Dus je kunt erover nadenken van oké, wil ik een pagina maken waarbij ik het over paarden ga doen? Dan maak ook alleen maar video's over paarden. En ga niet in één keer je kerstvideo ertussen proppen. Want het is niet helemaal on topic. En dan de allerlaatste tip. Tip 10. Kwantiteit is bijna nog belangrijker lijkt het dan kwaliteit. Echt waar. Je hebt zoveel mogelijkheden om verschillende soorten challenges te doen. Verschillende soorten TikToks. Om het kort te houden. Je hebt de mogelijkheid om heel veel TikToks te maken. En ik dacht echt in het begin, ze moeten zo tof mogelijk zijn. Want dan vinden mensen het leuk en gaan je volgen. Totdat ik erachter kwam dat echt soms de meest domste TikToks. Waarbij ik denk, ja het zal, ik maak het wel gewoon. Omdat het denk ik goed ligt in het algoritme. Dat in één keer super vaak wordt bekeken, veel likes krijgt, uiteindelijk op de For You pagina te staan komt. Iets wat je gewoon wilt op TikTok, dat is het hele ding. Zorg ervoor dat je op je For You pagina, dus de voor jou pagina komt. Hè? Dat is dus de pagina die je gewoon opent en er doorheen scrolt en allerlei verschillende TikToks ziet.
Als je daar terecht komt, dan zien heel veel mensen die je niet kent jouw TikTok. Gaan het liken, gaan naar je pagina, kijken naar je pagina. Willen uiteindelijk zien dat je pagina feed er een beetje oké uitziet en ga je volgen. Echt, ik heb met een paar TikToks gehad die in één keer duizenden keren werden bekeken. En in één keer mijn volgers vlogen erbij. Dus ik heb echt gemerkt van oké, weet je, soms ook als je denkt, ja, maar dit is nou niet echt zo bijzonder qua TikTok. Plaats hem. Je hebt hem gemaakt, plaats hem. Want voor je het weet, vinden andere mensen het nog leuker dan dat jij het vindt. Zie het als een soort van loterij. Je hebt heel veel tickets als je veel content maakt. En eentje ervan zal een keertje viral gaan en dat is wat je wil. Tenzij je natuurlijk hoge kwaliteit hebt en je hebt de mogelijkheid om veel TikToks te maken, dan obviously, dan zul je waarschijnlijk snel TikTok famous worden. Ik haat dat woord. Dat waren in ieder geval de 10 tips voor deze video. Ik hoop dat jullie leuk en interessant vonden. Vond je dat nou? Laat dan even een blauw duimpje achter. En vergeet ook niet te reageren welke tip je nou het handigst vond hieronder in de reacties. En ik heb natuurlijk een YouTube kanaal. Obviously. Dus vergeet niet te abonneren op dit kanaal. Ik probeer elke week een nieuwe video te posten over zowel video, fotografie, vlogs, mijn leven, mijn mediastudie, etc. Heel erg bedankt voor het kijken en ik zie jullie weer in de volgende. Doeg!